Welkom bij mijn Drive podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten. Te gast deze keer Raymond Sluiter, de oud-tennisser die coach werd en Kiki Bertens de top 10 van de wereld binnenloodste. Ik praat met hem over de liefde voor het tennisspelletje, de zware periodes die hij moest overwinnen in zijn leven en het plezier dat hij haalt uit het ontwikkelen van een toptalent als Kiki Bertens. Wat vormt hem als coach en als mens? Luister naar en leer van Raymond Sluiter. Raymond, mooi dat je er bent. Of dat ik hier ben, mag ik zeggen. Want ik ben uitgenodigd op een training van Kiki. Kiki Bertens. Ik heb net gezien hoe hard zij over het net slaat. Waanzinnig zeg. Echt mooi om te zien. Als schaatser reed ik maar simpel rondjes, wou ik bijna zeggen. Maar dit is echt, dat zie je niet als je de wedstrijd alleen ziet. Dit is echt wat training is. En wat doe jij op zo'n dag? Ik zie jullie bezig op de baan. Ja, nou ja, zo'n dag als vandaag is er. Er is vandaag 3 uur getennist. Dus ja. Om 9 uur begonnen. Waren we rond 12 uur klaar. Kiki doet nog een keertje conditietraining vandaag. En dan daarna nog wat hersteltraining. Dat kan een yoga-sessie zijn. Kan een massage zijn. Morgen bijvoorbeeld trainen we 2 keer per dag. Dus 2 keer tennis per dag. Vandaag hebben we dan gekozen voor een sessie van 3 uur. Omdat wedstrijden af en toe ook 3 uur zijn. En we zitten nu een week voordat we naar de Australian Open gaan. Dus alles gaat weer richting wedstrijdtrainingen. Dit is echt de zwaarste trainingsperiode eigenlijk. Ja, dit is echt de zwaarste trainingsperiode. En de zwaarste weken heeft ze eigenlijk gehad. Dat zijn de weken hiervoor geweest waarbij je meer opbouwt. Nu is het wel, qua lengte is het vrij zwaar. Maar qua oefeningen is het wat minder zwaar. Omdat alles echt wat meer wedstrijd gerelateerd wordt. Dus ja. het wordt iets intensiever, maar daar dus wel korter. Alleen wel veel van dat soort momenten. Want van 9 tot 12 is het natuurlijk niet echt kort. Nee, van 9 tot 12, nee, lichtelijk gezegd. Het is gewoon mega zwaar. Ja, maar oké. Zoals jij er nu, jij hebt een uur gekeken ongeveer. Ja. Je hebt erbij gezeten. En zoals we dan eventjes 5 minuten zo praten met jou, is dat leuk, is ontspanning, maar dat kunnen we anders ook hebben. Ja. Weet je wel, dat geef je dan in 3 uur ook echt de ruimte. Voor hetzelfde geld is er iets aan de hand waar je ineens 20 minuten over praat of zo. Nou ja. Ja, op zo'n manier creëren we ook de ruimte daarvoor, want natuurlijk moet er getraind worden, maar... Ja, want het is echt wat mij opvalt, het is zo explosief, het is zo hard slaan iedere keer. Ja, het stukje wat jij ook gezien hebt is echt wel maximaal training in maximale bladversnelling. Dus dan gaat het ook echt om de snelheid van de bal en de rotaties die ze eraan meegeeft. En niet zozeer of de bal in of uit gaat, maar gewoon puur om daar comfortabeler in te worden. Dus wat dat betreft heb je ook wel het maximale qua snelheid gezien. Maar om een voorbeeldje te geven, zoals Kiki nu net die ballen wegslaat, dat gaat niet minder hard dan Andy Murray of zo. Alleen die zit echt meer achter ballen. Die is sneller, fitter, handiger. Maar het gaat per definitie niet harder. Andy Murray slaat ook gewoon zo hard een bal over net. Ja, die zou prima met Kiki kunnen trainen. Ze zouden ook prima punten kunnen spelen. Alleen dan komt er handigheid bij. Dan komt er fysiek. Is het natuurlijk echt anders. Ja. Natuurlijk zijn er wel wat spelers die harder slaan. Nadal slaat echt wel harder. Federer heeft iets meer bladversnelling. Alleen over het algemeen zijn er echt dames. En Kiki hoort daar wel bij. Die net zo hard slaan dan een aantal van de heren. Bladversnelling. Ja. Die ken ik nog niet. Nee, ja, bladversnelling. Racketbladversnelling. Ja. Weet je wel. Zo noemen we het dan. Het is echt de snelheid waarmee je eigenlijk over de bal heen gaat. En ja, je kan eigenlijk heel recht contact maken. Mm-hmm. En dan zit er geen rotatie in. Hè, als je je blad echt recht achter de bal zet. Ja. Alleen dan heeft de bal ook de neiging wat meer te zeilen. En op het moment dat je de topspin aangeeft. Nou ja, Rafael Nadal is het beste voorbeeld. Ja. Die slaat die ballen allemaal voluit. Alleen die ballen komen wel allemaal 3/4 in het veld. Ja. En ja, dat komt dus door de bladversnelling. We hebben een kleine feitje. Nadal die zit geloof ik op 3000 rotaties per minuut. Dus de bal maakt spint. 3000 omwentelingen per minuut. Yay. Dus dat is echt wel dat is redelijk bizar. Dan moet je echt heel veel over de bal slaan om te laten draaien. Ja, en hem ook zo vol slaan. En alleen ja, daardoor creëert hij wel, ja, als die bal neerkomt, dan komt hij echt heel hoog op. En daardoor creëert hij al die problemen voor zijn tegenstanders. En wat maakt Kiki zo goed? Nou ja, Kiki speelt een beetje zoals een man. En wat ik daarmee bedoel, eigenlijk die bladversnelling waar we het net over gehad hebben, die topspin in de bal.
die beheerst zij ook heel goed. En daardoor kan ze op banen waarop het redelijk opstuit, kan ze bij de tegenstandsters hoge raakpunten geven. En over het algemeen vinden zeker dames het lekker om alles op heuphoogte te slaan. Kunnen ze lekker door de bal heen. Op schouderhoogte is dat moeilijker. Nou, dat is echt wel een sterk punt van Kiki. En ze is compleet. Weet je, ze kan serveren, ze kan volleren, ze kan inkomen, ze kan verdedigen, ze kan een keer een backhand slice slaan. Misschien ga ik iets te veel in de terminologie van het tennis nu. Alleen ze is voor een dame is ze ook echt wel divers. Als je bijvoorbeeld een Serena Williams of een Maria Sharapova ziet, die kunnen bepaalde dingen echt een stuk beter dan Kiki. Alleen die zijn niet zo compleet. Alleen die hebben een paar dingen die ze echt waanzinnig goed doen. Gaan we het zo over hebben nog? Over de kwaliteit van Kiki Bertens en hoe jullie dat samen hebben opgepakt. Hoe zij ook progressie heeft getoond. Fantastisch jaar achter de rug, jullie. Even naar jouzelf. Ik zie jou bezig hier. Ik hoor je al over tennis praten. Waar komt die passie van tennis vandaan? Waar is het ontstaan? Geen idee eigenlijk. Ik heb een broer die is 5,5 jaar ouder. Die ging tennissen toen ik een jaar of 6 was. Dus daar liep ik achteraan. In eerste instantie naar het schoolplein, tegen het muurtje en tegen elkaar tennissen. Al vrij snel samen naar de club. En het heeft me eigenlijk vanaf dat moment nooit meer losgelaten. Het is echt gewoon een liefde van mij. Ik ben er gek van. Ik weet niet of het herkenbaar voor jou is. Je hebt denk ik sporters die een carrière ergens in hebben gehad. En die er dan eventjes helemaal klaar mee zijn. Ja, ik zat s'avonds alweer op het moment dat ik stopte, zat ik alweer ATP-toernooi van Washington te kijken. En zat ik alles te volgen. Ja. En ja, gewoon omdat ik ben gewoon verliefd op dat spelletje. En ik wil het helemaal uitpluizen. Dus dat heeft me eigenlijk vanaf dat moment nooit meer losgelaten. Nee, dat is herkenbaar hoor. Dat heb ik ook. Iedere dag weer opnieuw verliefd worden op het spel. Dat is denk ik ook de basis wat je moet hebben. Ja. Maar vertel eens over je broer dan. Wat deed hij? Speelde jij ook tegen hem? Won je van hem? Ik was 6 toen wij naar het schoolplein gingen. En daar hebben we een jaar veel gespeeld. En toen zijn we op 7, toen ik 7 was, zijn we naar een clubje gegaan. En ik heb eigenlijk in die tijd altijd veel met hem gespeeld. En op een gegeven moment kwam er dan inderdaad het punt van, hij was natuurlijk beter, hij was sterker. Nou ja, was ik een jaar of 12, 13 en dan inderdaad de eerste keer van je broer winnen. Dat was best wel een speciaal moment. Voor jou of voor je broer? Ik denk voor allebei. Alleen voor mij echt wel meer, omdat hij wel zoiets had van dat moment moet ook een keer komen. Ja. Wat wel grappig was dat ik het gevoel had dat ik al een jaar lang beter was. Maar gewoon omdat die mentale barrière er zat, daar kwam ik niet zo snel doorheen. Hij wist natuurlijk ook precies op welk knopje die moest drukken. Wat deed hij dan? Gewoon een beetje meer tijd nemen. En als we dan bijvoorbeeld op het bankje zaten en ik stond set en 4-3 voor, dan zei hij zo, het zal toch niet gebeuren hè, vandaag, weet je wel. Dan ging mijn armpje ging iets vaster zitten en dan werd het alweer wat lastiger. Alleen daardoor heb ik wel ook waanzinnig veel geleerd. Het is een beetje wat ik mis nu in de opleiding van vandaag. En dat heb ik een beetje over tennis. Alles wordt heel erg georganiseerd. Ja. Alles is heel erg, trainingen staan heel erg vast. Mm-hmm. Alleen wij moesten vroeger afspreken om met mijn broer te gaan spelen of met iemand anders te gaan spelen. En dan moest je die 1,5 uur invullen en dan kon je punten gaan spelen. Maar je kon ook een bepaalde oefening verzinnen. En daardoor werd het zelflerend vermogen en het oplossingen zoeken, dat deed je eigenlijk vanzelf. Ja. En nu merk je best wel vaak dat, Roger Federer heeft het ook laatst gezegd. Hij zegt, we hebben tegenwoordig echt veel meer spelers die goed tegen een bal aan kunnen slaan. Maar minder goede tennissers. En daarmee bedoelt hij precies dat mee. Die het spel spelen en de oplossing zoeken. Ja, de dus creativiteit, oplossing. Ja, dus dat is ook wel iets wat Kiki absoluut daarvoor ook van degene met wie ze gewerkt heeft en meegekregen heeft. Maar is wel iets waar ik ook echt heb op proberen door te pakken. Omdat je daar echt wel in kan onderscheiden. En dat maakt je ook weerbaar, denk ik. Weet je, een tegenstander kan iets veranderen, maar weersomstandigheden kunnen veranderen, baansoorten veranderen, publiek kan een factor zijn. Ja. En je wil met alles om kunnen gaan en je wil daarin, je kan daar op twee manieren mee omgaan. Of je sluit je voor alles af, of je stelt je open en je neemt de omgeving eigenlijk zoals het is. Mm-hmm. En ik ben echt wel een voorstander van het tweede. En zeker bij iemand als Kiki die zich wel probeert af te sluiten, maar waarbij toch heel snel iets gebeurt waardoor ze afgeleid is.
ja, dan kan je de dingen maar beter laten zijn. Is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik weet het. Ik weet hoe moeilijk dat is. En er zit heel veel waarheid in. Ik had Guus Hiddink op een podcast. Die zei eigenlijk hetzelfde. Inderdaad, hij noemt het een soort gecontroleerde chaos. Of chaos controleren. Zodat je mensen ergens toe aanzet. Zodat ze het zelf moeten gaan oplossen. Zelfoplossend vermogen eigenlijk. Ja. Je was al getalenteerd dus, hè, toen je jong was. Stond het al vast dat jij een toptennisser zou gaan worden? Nou, het stond wel vrij vroeg vast dat ik ging proberen om een toptennisser te worden. Ja. Is het gelukt? Ja, ik ben proftennisser geweest. Ja. En ik heb mijn geld ermee verdiend. Absoluut niet zo dat ik thuis op de bank zou kunnen zitten. Alleen ik heb er die jaren van kunnen leven. En ik heb er iets aan overgehouden. Het feit dat ik twijfel op het woord toptennisser is dat toptennisser ben ik in Nederland wel geweest. Alleen voor mij is top echt top. Is top 20, top 30. En daarmee doe ik eigenlijk de spelers die erachter zitten tekort. Want die werken er ook allemaal keihard voor. Alleen voor mezelf qua ranking en zeker de manier waarop ik mijn sport beleefd heb. Ja, heb ik toch wel zoveel steken laten vallen dat ik moeite heb om het predicaat toptennisser op mezelf te plakken. Daar ben ik benieuwd naar. Maar had je als jochie de droom van ik ga Grand Slams winnen? Nee. Ik was te realistisch. Ik had iets meer Amerikaanse inslag moeten hebben. Ik had wel het gevoel dat ik toptennisser kon worden, maar ik had altijd een vrij gebrekkige techniek. Ik speelde aan beide kanten dubbelhandig. Nou ja, als je nu een beetje tennis volgt, dan zie je niemand meer die zo speelt. Nou ja, dat heeft een reden. Omdat het gewoon niet zo gunstig is. Je moet een stap meer zetten om achter de bal te komen. Mm-hmm. En ik had daarmee altijd wel zoiets van, ja, ik kan het hier zo wel ver mee schoppen. Maar ik heb nooit echt groot kunnen dromen. Omdat dat een technisch gebrek was waar je niet zelf dacht, daar kom ik niet overheen? Of? Ja, dat heeft er zeker mee te maken gehad. En misschien ook toch iets te bescheiden of ik weet niet. Ik had dat wel wat meer willen hebben. Ja, dat heb ik uiteindelijk niet gehad. Ik droomde ook als klein jongetje. Ik was ballenjongen bij het ABN AMRO toernooi. Het grootste tennistoernooi in Nederland. En dan droomde ik dat ik daar een keertje ging spelen. Maar ik droomde niet dat ik het toernooi ging winnen. Nee, grappig zeg. Ja. Ja. Eigenlijk is dat ook waar geworden. Ja. Ja, dat is niet voor niks, denk ik. Nee, denk je dat als je zelf had gedroomd en echt had gewild om te winnen, dat je dan ook had gedaan? Heeft het ergens je iets tegengehouden ook? Je eigen barrière? Denk ik wel. Denk ik wel. En het was ook wel dat stukje realiteitszin. Maar ja, als topsporter moet je durven dromen van het hoogste. Wat vertel je tegen Kiki? Dat ze moet dromen om Grand Slams te winnen. Weet je wel, dat ze nu staat nummer 9 van de wereld. En natuurlijk is iedere plek op de wereldranglijst nu is zwaar. Omdat je daar veel punten voor moet halen om een plekje omhoog te gaan. Dus je zet doelen, bij wijze van spreken, van eerst top 7 en dan top 5. Maar probeer maar de beste van de wereld te worden. Ja, toch? Ja, weet je. En bij haar is dat best wel lastig om die doelen te zeggen. Omdat ze dan heel snel het gevoel heeft, bij haar is het, bij wijze van spreken, ze was doelstellen om nummer 1 van de wereld te worden. En ze wordt nummer 3, heeft het gevoel dat ze gefaald heeft. Ja. Alleen bij mij had dat wel. Ik kon dat op de een of andere manier. Kon ik dat ook niet. En ik heb daar wel. Ja, ik vind dat echt wel jammer dat ik dat gedaan heb. Want daarom is er. Nou ja, ik heb op een gegeven moment top 50 gehaald. Daarvan had ik altijd zoiets van dat kan ik wel halen. Ja. Is best wel heel behoorlijk. Als je kijkt naar de geschiedenis van Nederlandse tennissers, is dat. Is dat echt wel, heb je het echt wel redelijk gedaan. Alleen vanaf het moment dat ik top 50 haalde, is het ook minder gegaan. Ja. Eigenlijk alsof er een soort tevredenheid over je heen komt. Ja, tevredenheid voor een topsport is natuurlijk echt funest. Ja, en vanaf dat moment is het aflopende zaak geweest. Maar hoe zat dat dan? Je trainde toch ook gewoon hard? Waar lag de crux waarop jij eigenlijk dacht van, nou, het is wel goed zo. Ik ga niet een stap verder. Waar zat dat in? Nou ja, dat zat. Ik heb altijd hard getraind. Ik heb tot mijn 23ste heb ik dagen gedraaid zoals Kiki draaide. Alleen het stukje waarvan ik net tegen jou zei, het stukje verzorging aan het einde van de dag, massage. Ga eens in de sauna zitten een paar uurtjes. Dat soort dingen. Hersteltraining. Doe wat yoga. Ja, dat was in die tijd ook wel iets minder, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Alleen ik was dan ook wel de eerste die zei van, ach joh, schijt toch uit met die onzin. Morgen gewoon weer lekker beuken. Weet je wel. En dan de volgende dag gewoon weer, wanneer je gaat inserveren, niet rustig opwarmen, maar gewoon weer 190, 200 blazen met die eerste service. Ja. Ja, gewoon een beetje lomp beuken eigenlijk. Ja. En dat heb ik eigenlijk tot mijn 23ste gedaan. En daarna is er eigenlijk een klein beetje de sleet opgeraakt. Ik ging in Amsterdam trainen. Ging met een trainer werken die in Amsterdam woonde.
Daar waren voor de rest ook alle proftennissers die daar mm-hmm. woonden. Dus het was qua omgeving beter. Alleen ja, ik wilde in Rotterdam blijven wonen. Dat hield in die tijd in. Want dan hebben we het over 16, 17 jaar geleden. Dat je iedere dag met heen en terug 3 uur plus in de auto zit. Nou, ja. Dat is natuurlijk niet goed. Nee. Dus daar had ik andere keuzes moeten maken. Had ik of met een trainer in Rotterdam moeten gaan werken. Of ik had in Amsterdam moeten gaan wonen. Dat had een professionele beslissing geweest. Ja, ja dan kan ik nu wel heel tof zeggen als Rotterdammer. Ja, ik ben lekker die in Amsterdam gaan wonen. Yes, ik ben een echte Rotterdammer. Dat kan dan wel zo zijn. Alleen professioneel gezien was het niet de juiste beslissing. Had je niet zelf een coach om je heen of iemand om je heen die dit tegen je zei? Van Raymond, jij kan winnen, maar dan moet je dit voor doen en dan moet je dit voor laten. Ja, wel. Wel op een iets subtielere manier als dat ik het zelf doe. Want ik kan bij Kiki, ben ik rustig, ik ben geduldig, maar... Als ik er hard in ga, die momenten kan ze zich feilloos herinneren. Ja. En dan blijft het ook echt wel hangen. Dat had ik, destijds had ik dat wat, had hij dat wat minder. En ik was ook wel echt stront eigenwijs wat dat betreft. Had het geholpen als iemand dat keihard tegen jou had gezegd? Of had je dan gewoon je hak in het zand gezet? Weet ik niet. Alleen ik had destijds inderdaad die keuze wel willen hebben. Weet je wel, van ouwe, zoals dit nu gaat. Weet je wel, ga je echt geen stappen meer maken. Helemaal prima als jij de rest van je carrière 60, 70 wil staan. En dan kan je nog steeds je geld verdienen. Ja. En je speelt wat competities in het buitenland. Daar kan je ook extra geld verdienen. Is ook een keuze, maar dat je die keuze dan echt bewust maakt. Weet je wel, niet dat je het eigenlijk maar laat gebeuren een beetje. Precies. En dat is eigenlijk wel een beetje wat ik bij mezelf heb toegelaten. Je hebt het toegelaten en dit is eigenlijk allemaal een beetje... Ja, en eigenlijk op het moment na een jaar of 3, 4 dat ik voor mezelf zoiets had van oké, het is stoppen of het echt op de juiste manier doen nog een aantal jaar. Toen kregen wij 2 weken later te horen dat het dochtertje van mijn broer een hersentumor had en dat zij binnen een jaar zou overlijden. Dat gooit je hele wereld ondersteboven. En toen kon ik niet meer 30 weken per jaar in het buitenland tennissen. Dus toen heb ik de puntjes eigenlijk bij elkaar opgeteld. En heb ik zoiets gehad van dan stop ik er ook maar gewoon mee. Want ik ben al 28. Maar waarom kon je dat niet? Want ik snap het heel goed. Ja. Verdriet heb ik ook mee te maken gehad in mijn leven. Als je als topsporter moet je dingen naast je neer kunnen leggen. Moet je kunnen blijven focussen. Ja. Moet je verder gaan. Waarom? Ik kan me voorstellen dat het ontzettend heftig is. Maar waarom trekt jou dat zo aan? Ja, is een manier ook waarop ik opgevoed ben. Wat denk ik in bepaalde kanten een pluspunt is. Alleen inderdaad in topsport, zoals jij het heel terecht en dan misschien wat hard, maar wel echt terecht zegt. Ja, daar moet je dan die keuzes in maken. En ik had die keuze ook wel kunnen maken. Het enige wat ik thuis kon doen was steunen. En nou ja, ik ben er in die tijd ook wel heel veel geweest voor hun zoontje die 6 was. En waarvoor je toch eigenlijk wil dat het leven zo normaal mogelijk doorloopt. Voor zover dat überhaupt mogelijk is. Dus ik heb absoluut geen spijt van die keus. Ik ben alleen wel veranderd in de zin van waar ik in die tijd bijvoorbeeld dacht, als iemand in dezelfde situatie wel door had getennist, had ik gedacht van jezus joh, wat een harde gozer joh, wat een lul misschien wel. En daar denk ik nu heel anders over. Nu denk ik van fuck, respect dat je in, want je zit er wel mee, respect dat je het op kan brengen om je sport gewoon nog de volle bak te gaan doen. Ja, hoewel, dat moet je bijna doen als je topsporter bent. Hoewel ik jouw keuze ook weer prachtig vind. Je bent er voor je broer, je bent er voor je familie. Je zegt het komt uit opvoeding. Wat is dat dan? Nou ja, opvoeding, en dat ligt aan mijn moeders kant. Ik ben opgevoed met het idee dat van iemand houden betekent zoveel mogelijk bij iemand zijn. En dat is natuurlijk best wel lastig als je proftennisser bent. Want dan ben je verdomd veel weg. En zeker op het moment dat er iets met iemand aan de hand is. Weet je wel, als iemand ziek is, dan is het niet 2 keer in de week langsgaan als je thuis bent. Maar dan is het iedere dag langsgaan. Alleen daarin kan je jezelf natuurlijk ook heel erg voorbij lopen. Ja. En zet je ook je eigen leven on hold. Wat iets heel moois is, want je wil er voor iemand zijn. Alleen de vraag is of je dat kan op blijven brengen. Ja, trek je jezelf niet helemaal mee in het verdriet van iemand anders? Dat is wat er bij mij gebeurd is. Weet je wel, mijn opa en oma zijn... mijn oma en mijn nichtje zijn in een periode van 2 jaar overleden. En daar heb ik heel veel energie in gestopt. Had ik ook, ik heb er geen spijt van. Maar met terugwerkende kracht had ik het wel anders gedaan. Want dan was daarna had ik
was ik niet in zo'n diep gat gevallen. Dat durf ik wel te stellen. Want daarna, je was eigenlijk, je stopte. Je had persoonlijk veel te maken. Daarna kwam het zwarte gat. Nou ja, ik heb daarna nog geprobeerd om terug te komen. 2009 is dat, hè? Ja, 2009 ben ik gestopt. In februari, tijdens het ABN AMRO toernooi. Toen is mijn nichtje in juli overleden. En toen heb ik aan het einde van 2009 heb ik besloten om een comeback te maken. En ik denk uiteindelijk dat heimwee was naar de tijd dat alles nog goed was. Structuur. Ja, inderdaad. Afleiding. Ja, afleiding inderdaad. Vlucht eigenlijk weer in sport. Ja, precies. Precies zoals je het zegt. Want de tennisbaan was de enige plek waar ik er niet aan dacht. Ja. Alleen mijn energielevel was nog zo verschrikkelijk laag. Dus ik kon het opbrengen om 2 uur per dag te trainen. En dan kwam er misschien nog conditietraining achteraan. Maar meer kon ik ook echt niet opbrengen. Ik heb het uiteindelijk nog redelijk gedaan. Ik heb nog 1 goede week gehad in Rosmalen, waar ik finale heb gespeeld op het grastoernooi. Dus dat was leuk. Alleen het precies wat je zei, het was een vlucht. En het heeft er eigenlijk alleen maar voor gezorgd dat ik me daarna slechter ging voelen. Want ja, daarna zat het tennis erop en moest ik het ergens anders... jezelf. Ja, dan moet je inderdaad weer bij jezelf te raden gaan. En dat is een aardig traject geweest. Ja, vertel daar eens over. Hoe ging dat? Nou ja, ik heb toen een periode tennisclinics gegeven met John Verlotten. Was een hele rare periode. Ik was behoorlijk depressief al in die tijd. En tennisclinics noem ik eigenlijk altijd het tennis-equivalent van Dries Roelvink. Je komt echt gewoon op de tennisbaan zwaaien en nog net niet in je gele zwembroek. Je moet mensen entertainen eigenlijk. Ja, weet je, jij zal genoeg schaatsclinics gegeven hebben. Ja, je gaat 50 mensen in 2 uur, ga je niks leren. Nee. Alleen het gaat om de energie overbrengen die jij hebt voor de sport. En daar was ik altijd en ben ik wel goed in. Alleen ik zat dan echt met tranen in mijn ogen zat ik op de parkeerplaats. Omdat ik had er de energie op dat moment nog niet voor. Dus dat was ook, iedere keer was dat eigenlijk weer een tik. Naar buiten toe speelde ik poppenkast. Zowel in die clinics als naar mensen toe die me niet zo goed kenden. Ja, mijn vriendin zag thuis iemand op de bank zitten. En de shutters werden 's ochtends niet open gedaan. En dat was echt Fatima, hebben we het over. Fatima, ja. Dus ja, dat was een... Zij? Zij wilde me helpen. Ze zei, ja, weet je, probeer hier nou eens wat aan te doen. En ik zei van, ja, maar het is toch niet zo gek dat ik aan het rouwen ben. Alleen, ja, het rouwen duurde 1 jaar en het rouwen duurde 2 jaar. En iedere keer kwam eigenlijk hetzelfde antwoord. Ja, dat was ook gewoon een makkelijk antwoord? Of? Ja, tuurlijk. Dan hoef je niet dieper op de stof in. Ja. Weet je wel, ja, laat me met rust, is aan het rouwen. Weet je wel, ja, dan zet je haar eigenlijk ook meteen voor het blok. Want zij mag er dan eigenlijk niet dieper op ingaan. Nee, laat maar, dus voor mij. Want jij voelt je zo slecht. Ja. Weet je wel, wat ook wel zo is. Alleen ja, zo ga je even nooit tot een oplossing komen. Je liet je ook niet helpen eigenlijk. Nee. En dan ging ik ben toen een keer, na 2 jaar ben ik al naar een psycholoog geweest. Ja, die begon na 5 minuten over pillen. Toen dacht ik van ja, dat is wel heel snel, vriend. Maar dan gebruikte ik het eigenlijk ook weer als excuus om dan niet zoiets te hebben van ja, dan ga ik even naar iemand anders toe die het misschien iets meer op een manier kan brengen wat voor mij goed is. Dus dan ging er weer 1,5 jaar overheen. Ja, totdat Fatima echt zei van ja, hey, je moet hier echt wat aan gaan doen, want anders trek ik het ook niet meer. Ja, begrijp ik. Volledig terecht. En heeft ze het nog heel lang volgehouden. En dat was eigenlijk pas het moment, op het moment dat zij dat heel duidelijk zei. Daarvoor had ik het al lang qua signalen natuurlijk moeten zien. Ja. Alleen zat ik zo diep in mijn eigen shit dat ik dat niet eens gezien heb. Dus dat was echt het moment voor mij van oké. Ja, zij moest je echt erbij trekken, gewoon wakker schudden. Nu ga je er wat aan doen. Ja. En ja, toen wilde ik er ook zelf wat aan doen. En toen ben ik naar een psycholoog ben ik gegaan. En heb ik ook medicijnen gehad om de scherpe randen ervan af te halen. En ben ik eigenlijk binnen een jaar... ben ik me echt wel weer goed gaan voelen. Je hebt echt de knop om kunnen zetten. En wanneer hebben dat heb je 3-4 jaar mee gekampt, zo'n beetje. Ja. Je ging je beter voelen, zeg je. Fatima, die is dan belangrijk. Oud topsportster natuurlijk. Hoe zag dat eruit, die weg omhoog? Waar begon het weer? Waar begon het weer een beetje licht te worden? Nou ja, de weg omhoog begint denk ik vooral bij het moment dat je zelf zoiets hebt van dit kan niet langer zo. Ik denk op het moment dat je echt zelf zoiets hebt... en ik had het duwtje van Fatima nodig. Alleen ik had zelf het feit dat zij zich zo slecht voelde... en dat zo duidelijk naar mij uitsprak... was bij mij meteen van... fuck, ik moet hier nu iets aan doen. Ik wil hier iets aan doen. Want ik wil mezelf inderdaad ook beter voelen. Maar ik wil ook niet dat zij zich zo slecht voelt.
En ik denk op het moment dat je die beslissing maakt, nou, dan ben je bijna al halverwege. Want dan ga je hulp zoeken. Ja. En dan laat je je probleem toe. En dan mag het er zijn in plaats van dat je het wegstopt. En toen, door veel sessies met een psycholoog, ja, ben ik er steeds meer achter gaan komen van, ja, waarom heb ik die gedachtes? Weet je wel, waarom denk ik, als ik me slecht voel, omdat mijn nichtje er niet meer is, waarom denk ik dan meteen aan mijn broer? En hoe slecht hij zich wel niet moet voelen. Waardoor ik voor mezelf eigenlijk, ja, kan ik naar mezelf verkopen als, ja, hartstikke lief dat ik aan mijn broer denk. Ja. Maar ik ga mezelf er alleen maar slechter door voelen. Weet je, en ik creëer voor mezelf eigenlijk alleen maar een spiraal naar beneden, waar ik niet meer uitkom. Waar komen die gedachten vandaan? En hoe kan ik ze blokken? Of hoe kan ik het punt ergens pikken van, ja, oké, nu denk ik daaraan, maar nu is het klaar. Wat kan ik gaan doen om die gedachten eventjes te laten en meer ruimte te creëren voor ontspanning? Maar ja, hoe heb je dat gedaan? Hoe bijvoorbeeld, als die spiraal naar beneden gaat? Ik zit even te denken, maak je niet zozeer zorgen over je eigen pijn, maar meer over de pijn van iemand anders die erin zit. Wat natuurlijk weer heel slecht is om, je denkt eigenlijk niet aan jezelf. Nee. Wat zijn de trucs daarvoor? Wat heb je daarvan geleerd? Hoe heb je dat aangepakt? De trucs voor mij zijn dat ik er niks mee opschiet. Ik schiet er niks mee op. Ik schiet er niks mee op als ik nu denk aan mijn broer, weet je wel, met kerst nu is. Dat is altijd een moeilijke tijd voor hun en ook voor ons. Ik schiet er niks mee op om eraan te gaan denken hoe triest het is dat zij er niet meer is. Ja. Je laat dat er zijn. En je gaat weer kijken naar de mooie dingen. Ik heb een fantastische baan en ik heb een hele lieve familie en ik heb een fantastische vriendin. En ja, het knopje gaat gewoon net om eigenlijk van het negatieve in dingen zien naar of naar balans of naar net positief. Ja. En dat is het uiteindelijk. Weet je wel, hetzelfde knop eigenlijk kunnen omzetten wel. Ja, en het is, weet je wel, die knop is draaien. Het is niet van. Dat zeggen we natuurlijk vaak in sport ook. Ja. Weet je wel, zet die knop om, joh. Oké, hoe dan? Waar is die? Weet je wel? Want dan draai ik hem even de andere kant op. Ja. Nee, het is een stukje bij beetje kijken of je hem kan verschuiven. Met je omgeving ook. Kun je dat alleen of heb je daar mensen om me heen? Nee, nou ja, ik doe dat over het algemeen wel alleen. Alleen met Fatima praat ik er wel veel over. Als ik nu, en ik heb absoluut geen donkere gedachtes meer of zo, maar op de momenten dat ik merk dat dingen me even te veel worden, dat ik te druk ben. En dan heeft het de neiging om het weer een beetje over te nemen. Dan moet er even aan de rem getrokken worden. En dan moeten wij eventjes een stukje wandelen. En dan praten we erover. Of ik lees even een boekie. Of eventjes eruit, even wat anders. En dan. Dan gaat het ook weer. Want dat is wel grappig. Weet je, dat is de gedachte die mij af en toe bekruipt. Ik volg jou en ik vond je als tennisser al. We zijn een beetje van dezelfde leeftijdscategorie als tennisser al. Een soort publiekslieveling. Een soort entertainer ook. Ja. Dat doe je eigenlijk nog steeds. Je probeert overal de humor in te zoeken. Ook met Twitter, hè, met scherpe reacties, krantenartikelen. Altijd het grapje, het te loopse. Af en toe bekruipt me dat gevoel, zeg maar, van. De cabaretiers hebben het ook een beetje. Ja. Zich in iemand verplaatsen en de lach en de traan verbinden met elkaar. Dat is wel een beetje zo. Alleen ik heb dat geintjes maken. Dat heb ik van mijn opa heb ik dat meegekregen. En dat zit er ook echt in. En mijn de donkere kant, de depressievere kant, die is wel echt ontstaan door dat mijn nichtje is overleden en mijn opa en oma en de manier dat ik daar niet goed mee om kon gaan daarvoor. Sorry dat ik je onderbreek, dat zit toch ook in je een beetje, de manier waarop je ermee ingaat. Ja, nee, het zit er. Het heeft. Het wakkert een situatie, ontlokt het, maar het zit absoluut ergens. Absoluut. Dus die situatie heeft dat ontlokt. En onze muziekkeuzes die komen redelijk overeen. Maar dat zijn over het algemeen Kurt Cobain. Dat zijn over het algemeen ook niet de meest blije teksten. Ja, geen vrij vrolijke jongens. Nee. Dus terwijl het ook grappenmakers waren. Ja, ook wel. Maar ook vooral die kant, weet je wel, van grappen. Maar ook dus ergens die hele duistere kant. Ja. En dus ook luisteren naar die teksten. En je gaat je daar ook wel invoelen. Dus het klopt absoluut wat je zegt. Ergens heeft dat altijd wel een plekje gehad. Alleen zijn er nooit dingen in mijn leven gebeurd die dat
die dat meer naar de oppervlakte hebben laten komen. En ja, uiteindelijk dus wel. En nu kan ik er... Ja, ik kan nooit dankbaar zijn voor wat er met mijn nichtje gebeurd is. Maar wel dankbaar voor de lessen die ik eruit heb geleerd. Ja, mooi. Is humor daar ook is dat een bepaalde manier om ergens mee om te gaan ook? Of als het nu gaat om teleurstelling of niet eens zozeer wat er gebeurd is met je nichtje, terwijl we de tennisballen tegen de ruiten horen slaan. Ja. Als het duidelijk is voor de luisteraars waar we zitten in een tennishal hier. Is dat een manier om ergens mee om te gaan ook? Humor, ook met tegenslagen op het veld? Ja, een nu weer wel. Dat was er niet. Wat een, nou ja, in mijn donkere periode, wat eigenlijk alles zegt. Ja. Want ik ben juist van de humor. En mij kan persoonlijk bijna geen grap grof genoeg. Weet je wel, want het is humor. Ja. Weet je wel. Alleen ja, als iemand zich daar dan gekwetst door voelt, dan is dat. Ja, dan moet je daar rekening mee houden. Moet je misschien af en toe de grap niet maken. Maar nu absoluut weer. Weet je wel, het is nu met tennis zo en met de carrière van Kiki en dus ook mijn carrière. Mm-hmm. Dat je af en toe echt wel de lichte momenten erin moet zoeken. Weet je, want het is hartstikke, hartstikke zwaar, hartstikke intens. En sommige weken gaat het hartstikke goed. Maar sommige weken is het ook mega zwaar. Je moet het leven met een knipoog kunnen blijven nemen. Ja, en zeker ook wel het grote geheel toch wel ergens blijven zien. En dat is altijd, vind ik, die prachtige, dunne, moeilijke lijn met topsport. Je maakt iets mega belangrijk, wat natuurlijk in het licht van de wereld echt, weet je, jij hebt rondjes gereden, wij slaan tegen ballen aan. Ja, wat fuck. In een normale leven heb je er niks meer aan, hoor. Nee, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Ja, waar zijn we mee bezig? Maar we zijn toch, bezig om de beste te worden, om het te halen, moet je zo denken ook. Ja, deels. En om tot je op een zekere hoogte. En om jezelf, om je beste zelf te worden. En dat kan op iedere manier. En dat hoeft niet per se in sport. Dat kan in alles. En dat is denk ik de uitdaging die iedereen heeft. Hoe heb jij bij jezelf die uitdaging hervonden? Je werd coach. Je ging met jeugd aan de slag. Ja. Dat was het ook nog niet volgens mij misschien? Was dat de opstap naar? Nee. Ik had absoluut geen carrièreplanning of zo. Van ik ga een paar jaar jeugd doen en dan wil ik met een proftennisser werken. Ik werkte bij de Tennisbond en daar heb ik met jeugd gewerkt, 2,5 jaar. Leeftijd 12 tot en met 17, 18. Vond ik waanzinnig leuk, alleen het was destijds zo ingericht bij de Tennisbond dat ik iedere week bijna met een andere leeftijd op pad was. Mm-hmm. Ik was met 12 jaar op pad en daarna met 16-jarigen. Het was waanzinnig goed voor mij om te leren. Kijken in welke fase van ontwikkeling bepaalde kinderen zijn. Alleen wat ik wel al heel snel merkte is... Ja, dat ik bijvoorbeeld 3 weken met een groep jongens en meiden op stap was. En dat ik dan echt wel bepaalde patronen die ze hadden wat kon draaien. Zodat ze daar beter mee om konden gaan. Alleen op het moment dat ik dat ze weer thuis waren. En ik was weer met een andere groep weg. Ja, dan gingen de oude patronen kwamen eigenlijk weer terug. Ja. Dus je kon niet echt werken aan de ontwikkeling van... Nee, weet je, en niet zo dat die ontwikkeling thuis niet werd gedaan, maar dat werd dan weer op een andere manier door een andere trainer gedaan. Nou ja, met 12 of 14-jarigen, weet je wel, ik kan tegen een 12-jarige zeggen van raak die bal iets verder voor je. Ja. En jij kan zeggen begin iets eerder aan je voorbereiding. Dan bedoelen we hetzelfde. Alleen als dat anders geïnterpreteerd wordt door de speler, dan heb je een probleem. Ja. Nou ja, en dat was eigenlijk waar ik bij de Tennisbond tegenaan liep. Hm. En vandaar dat ik al voordat Kiki en haar trainer destijds naar mij toe kwamen om haar te gaan helpen, heb ik al bij de Tennisbond gezegd van dit is mijn laatste jaar. Want op deze manier kan ik ben dankbaar voor de leerperiode, maar kan ik mijn ei er niet in kwijt. Maar je wist al wel eigenlijk... van ik wil wel tenniscoach worden. Dat was het je duidelijk dat je roeping toen al was? Nee, maar wel die liefde voor het spelletje. Dus dan kan je na je carrière kan je coach worden. Je kan trainer worden. Je kan een tennisschool beginnen in Nederland. Je kan clubtrainer worden. Je kan misschien verslaggever worden op de tv. Alleen ik merkte wel dat ik het waanzinnig leuk vond om en met tennis bezig te zijn en mensen te helpen. Ja.
ja, als trainer, als coach is die combinatie natuurlijk. Ja, dan kan je het niet beter hebben als dat je tenniscoach bent. En toen kwam Kiki langs. Ja, nou ja, het kriebelde bij mij wel in die zin. Omdat wij in die tijd hadden we, denk een speler of 5-6 in Nederland. Waarvan ik zoiets had van, ja, als die echt goed begeleid worden. Je had Igor Seisling destijds, die stond rond de 100. Je had Timo de Bakker, die stond 150. Arangstar Rus, die stond 150. Isjo Hogekamp stond rond 150. Kiki stond rond de 100. Ik had bij al die spelers wel zoiets van, als die goed begeleid worden, dan is daar meer mogelijk. Kunnen ze echt minimaal 50 plekken hoger staan allemaal. En ik had wel zoiets van, ja, ik denk wel dat ik daar een aangewezen persoon voor ben. En het is eigenlijk helemaal niks voor mij om dat zo uit te spreken. Alleen, ja, daar was ik altijd wel van overtuigd, toch? Grappig, ja. Ja. Ja, Gerard van Velde, die had dat ook. Die dacht van, ik kan de sprinters in Nederland op een hoger niveau krijgen op de 500 meter. En ik weet dat ik dat kan. Ja. Ook die overtuiging. Terwijl hij had het nog nooit gedaan, maar wel uit zijn eigen ervaring. Ja. En wat maakt jou dat jij dat denkt? Is dat gewoon ook hoe die tennisters toen trainen? Dat jij denkt van, ik kan hier fulltime het verschil gaan maken? Ja. Nou ja, bij Kiki was dat in die zin vrij... Vrij makkelijk om het verschil te maken. Omdat die die komt uit een situatie waarin ze eigenlijk haar hele leven met één trainer gewerkt heeft. En één coach. Hoe oud was ze toen? Toen was ze een jaar of 9. Toen ze daarmee begon. Ja. En ze was, even kijken, ze is nu 27. Ze was 23 toen ik... 2015 toen ik, was dat. Ja. Alleen, ik zag wat trainingen van hun. En die trainingen waren echt... Nou ja, het was nog net niet dat ze slaande bonje hadden, maar... Weet je wel, de energie was echt heel slecht en moeizaam en zo lang met elkaar gewerkt. En ja, dat ging gewoon niet goed. Dus ik had toen wel zoiets van, fuck, als jij dit niveau hebt weten te halen met veel van dit soort trainingen. Ja, als we dus ervoor kunnen zorgen dat jij meer energie hebt om goed te trainen, dan ga jij sowieso al veel beter worden. Ja. Dus dat was eigenlijk, ja... Dat knopje van die energie kon draaien bij haar, was dat eigenlijk al best wel al een hele grote stap. Want de mogelijkheden, zij is altijd is ze opgeleid echt vanuit een ontwikkelingsidee. En wat ik daarmee bedoel is dat haar trainer heeft nooit de nadruk op resultaten bij de jeugd gelegd. Ja. Die heeft altijd wel een bigger picture gehad. En dat is iets waar ik uiteindelijk de laatste jaren de vruchten echt van heb kunnen plukken. Omdat ze is gewend om zo te werken. Ja. Alleen door de energie die ik heb meegebracht, heeft ze meer uren op de juiste manier kunnen trainen. Hoe zag dat eruit? Wat ging je als eerste doen met haar? Ik ging eerst eens kijken wat ze aankon. Ik heb trouwens sowieso... Belastbaarheid training. Ja, ik heb sowieso eerst gekeken. Weet je wel? Want ik heb best wel een hekel aan mensen die ergens binnenkomen en meteen zeggen hoe het moet. Weet je, het is één ding om te zeggen van ja, oké, dat is niet helemaal goed. Ja, dat zien we allemaal. Maar hoe ga je het veranderen? Hmm. En veel interessanter is denk ik, ja, hoe is dat tot stand gekomen dat niet helemaal goed gaat? Ja. Want als je dat weet, dan kan je er makkelijker wat aan doen. Dus ik heb eerst gekeken hoe ze werkte. Ben een aantal toernooien mee geweest. De eerste 6 toernooien die ik meeging, verloor ze eerste ronde. Dus als ik voetbaltrainer was geweest, dan had ik al weer thuis gezeten. Buiten de deur. Ja. En het is grappig, bepaalde dingen zijn bij haar zo blijven hangen. Na 6 weken waarin ik wel al zag dat ze fysiek zo weinig aankon. Kiki kwam ook uit een slechte periode. Die had een plekje op haar schildklier was gevonden het jaar daarvoor. En dat was onzeker of dat kwaadaardig of goedaardig was. Dus ze heeft een jaar in die onzekerheid geleefd. Nou ja, als je dan en dus weinig traint en de neiging hebt om emotioneel te eten, dan word je ook niet fit. Dus wij begonnen ook eigenlijk toen ze niet fit was. Nou ja, toen 6 keer eerste ronde, toen zaten we terug in het vliegtuig. Toen zei ik tegen haar, ik zeg, nou ja, 6 keer eerste ronde. Ik zeg, maar ik zou je zeggen, ik heb echt een leuke tijd gehad. En dat heeft bij haar heel veel gedaan. Dat ze echt zoiets had van, hoe kan dat nou? Ik zeg, ja, we hebben goed gewerkt en we hebben goed gepraat over dingen. En ik heb echt wel het gevoel dat we een stap verder zijn. Alleen qua resultaat hebben we het nog niet gezien. Nou ja, toen wilde zij eigenlijk nog een paar toernooien spelen de rest van het jaar om... hoofdtoernooi op de Australian Open te halen. Ze stond 110 op de wereldranglijst. En de eerste 104 worden rechtstreeks toegelaten. Ja, dat is een groot verschil qua geld. Eerste ronde kwalificatie is €5.000. Eerste ronde hoofdtoernooi is €45.000. Dus ik snapte volledig dat ze daar nog voor wilde gaan.
alleen nog 3 weken toernooien spelen had ingehouden. Dat als ze daarna 2 of 3 weken vakantie had gehad, dat wij ons 3 weken hadden kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen. Ja, dan zat fysiek echt een hele behoorlijke achterstand. Dus toen zei ze tegen me van, nou ja, ik wil eigenlijk nog 3 toernooien spelen. Toen heb ik gezegd van, ja, dan wens ik je heel veel succes. Maar dan zal je op zoek moeten naar een nieuwe coach. Ja. En daar schrok ze in eerste instantie wel van. Ze, maar hoezo dan? Ik zeg, ja, ik zeg, daar kan ik niet achter staan. Ik zeg, ik ben niet jouw trainer geworden om hoofdtoernooi Australië open te halen. Ik zeg, als wij naar top 50 willen en als we meer willen, dan zal jij fitter moeten worden. En dan zullen we daarin moeten investeren. En daar heb ik er alle vertrouwen in dat die hoofdtoernooien Australië Open en zo, dat die wel komen. Maar hier staat dus de coach op die vertrouwen heeft in voor het allerhoogste gaat in plaats van wat hij eigenlijk zelf deed. Ja, precies. Niet dat laatste stapje zetten. Ja. Dit is precies het verschil in keuze dat je dan moet maken. Ja, en dat zijn zo zijn er een aantal momenten geweest in, als ik het onze carrière mag noemen met Kiki. Ja, waarin ik die keuze niet schuw. Ja. En dat is best wel een interessante in tennis, omdat ik word betaald door Kiki. Ja. Dus ja, ga je dan regelmatig de confrontatie aan met het risico dat je morgen op straat staat en het klaar is en je naar een andere baan op zoek moet. Ja, dat is voor mij heel simpel. Dan kan je jezelf als coach niet serieus nemen als je daar rekening mee houdt. Dus, nee, want het allergrootste belang is toch het sportieve belang wat jij voor haar hebt. Dat is het, weet je wel. En dat is, ik zei het net ook tegen je, dat is echt eervol om dat te mogen doen. Weet je, het traject waar wij nu mee bezig zijn. En als je ziet de transformatie die Kiki heeft gemaakt van iemand die eigenlijk die alleen maar wilde horen hoe het moest. En eigenlijk alleen maar instructies wilde opvolgen. In plaats van je carrière echt in je eigen hand nemen. En zelf nadenken over, goh, wat is goed voor mij. Dat is zo waanzinnig tof om te zien. Het is eigenlijk wat je in het begin zei van de sporter die niet alleen maar de instructies krijgt, maar die zichzelf weet te ontwikkelen en heft in handen neemt. Ja. Want wat als je haar vergelijkt met hoe het in het begin was en hoe je er nu zo op de baan ziet? Nou, het is zo'n wereld van verschil. Weet je, ik geef hier net wat aanwijzingen omdat we specifiek werken, maar ze heeft daarvoor 3 sets tegen haar vriend Remco gespeeld. En dan hou ik me ook gewoon wat meer afzijdig om te kijken. Of ik zeg eigenlijk helemaal niks. Om te kijken wat voor oplossingen ze zelf zoekt. En ik heb de wijsheid ook niet in pachten. Maar als ik dan zie de aanwijzingen die zij zichzelf geeft. Op momenten dat ze iets verslapt. De technische, de tactische aanwijzingen. Dan hoef ik ook eigenlijk niks meer te zeggen. En dat is zo prettig. Ja, aan de ene kant niet. Want ik zit nu ook echt af en toe zit ik met trainingen van oké. Doe ik hier? Ja, want je kan ook binnen een bakkie gaan doen. Dus dat is ook prima, want dan wordt er ook goed getraind. Ja, dus dat is toch het ultieme? Ja, maar het voelt wel raar. Want ik heb het altijd van haar gewild. En tuurlijk heb ik nog mijn bijdrage. Weet je wel? En zeker als er straks wat meer stress bij komt. Ja. Ja, dan is het gewoon prettig dat iemand ten alle tijde de rust bewaart. En daar ben ik vrij goed in. Alleen, het voelt af en toe wel raar, maar het is precies wat je wil. Je moet jezelf als coach overbodig willen maken. Ik wou net zeggen, dan heb je iemand geholpen in zijn ontwikkeling, in haar ontwikkeling. Want als je het hebt over overbodig, volgens mij is dat ook te hard gezegd voor jezelf. Als ik heb een fragment gezien, laatst nog, was op Fox, dat jij haar toespreekt. En dat is echt gewoon een mental. Even mental coaching is dat. Ja. Ze ziet het niet zitten volgens mij op dat moment. Ja. En jij stapt op de baan op. Wat volgens mij in het tennis ook niet not done is. Of überhaupt misschien niet is. Het mag nu sinds een paar jaar. En het mag alleen bij de dames. Ja. Bij de heren mag het niet. Bij de dames is het zo. Niet op de Grand Slams. Want die vallen onder de ITF. Maar bij alle andere toernooien van de WTA mag je 1 keer per set mag je de baan op. En Kiki beslist wanneer ik de baan op kom. Okay. Dus ik beslis dat niet. Dat mag alleen Kiki beslissen. Dat zei zij toen van, ik heb je nodig, Raymond. Ja, ja, ja. Ik zit daar altijd een beetje dubbel in. Omdat op het moment dat zij mij roept, gaan de dingen niet goed. Ja. Ik kan eigenlijk niks fout doen. Zo simpel is het. Want het gaat al niet goed. Ja. Weet je, dus op het moment dat het draait, dan kan je heel makkelijk zeggen dat het door mij komt. Alleen, zij gaat daar staan en zij voert het uit. Ja. En het is niet gezegd dat als ik niet de baan op was gekomen, dat het dan ook niet gedraaid was. Nee, tuurlijk. Dus vanuit een... Maar zij durft, dat vind ik knap van een sporter, zij durft om hulp te vragen op dat moment. Ja.
Dat is toch ook een kracht? Je kan denken, nou, ik zoek het uit, ik los het wel op hier. Alleen het moment daarvan is heel interessant. En daar begint Kiki ook steeds beter in te worden. Want je moet inderdaad om hulp vragen op het moment dat je er nog, dat je er nog bij bent. Ja. Je kan natuurlijk ook in een bepaalde paniekstaat komen. En dan kan je wel om hulp vragen. Maar dan kunnen we beter de ambulance bellen. Want dan kom je er toch niet doorheen. Mm-hmm. Als er iemand doorheen komt bij haar, dan ben ik het wel. Omdat ik heb alle 723 manieren ben ik nagegaan om haar te bereiken. Dat wou ik net zeggen. Jij weet toch precies aan welke knopjes je moet draaien. Dat weet ik absoluut wel. Alleen het zelflerend vermogen, het oplossend vermogen waar we het over gehad hebben. Ja. Weet je, ik vind het ook juist goed als zij mij af en toe niet roept. Ja. Waar het misschien resultaatgericht het beste zou zijn dat ze me na 3 games al zou roepen. Ja. Ja, wil je eigenlijk voor het oplossend vermogen van de speler, mits zij rustig blijft, van mm-hmm. Oké, ga maar kijken. Ga het maar zelf oplossen. Ja. Alleen die momenten kom je alleen in een wedstrijd tegen. Natuurlijk. Ja, die kom je alleen in een wedstrijd tegen. En het is nu natuurlijk wel zover, weet je wel, dat kan in het begintraject, in de ontwikkeling met een speler, kan het nog heel makkelijk. Ja. Want je bent ergens naartoe aan het werken. Je zal dat wel herkennen. Ja. Je zal bij een World Cup zou je ook even wat kunnen proberen. Maar op het moment dat die Olympische Spelen komen. Je moet winnen. Dan moet het gewoon gebeuren en moet het kloppen. En wij komen natuurlijk nu ook wel steeds meer op het punt dat het gewoon moet kloppen. Ja. Ja, uiteindelijk wil je wel die wedstrijden winnen. Ja. Ook de allergrootste. Ja, en dat is interessant omdat dat traject van waar ontwikkeling misschien in eerste instantie echt nog wel boven resultaten staat. Ja, die weegschaal gaat steeds meer doorslaan naar resultaten. Ja. Alleen je wil daarin wel blijven ontwikkelen. Ja. En die balans blijven vinden is moeilijk, maar wel waanzinnig tof. En wat typeert jou als coach? Waar ben jij goed in? Ik heb geduld. Ik ben empathisch. Ik snap heel erg veel van tennis. En dat gecombineerd met een behoorlijke hoeveelheid aan mensenkennis, denk ik dat ik bijna altijd de juiste toon en het juiste moment kan vinden om mijn woorden zoveel mogelijk door te laten komen. Ja, want dat denk je echt volgens mij als ik jou aan het werk zie echt over na. Hè? Hoe bereik je die persoon? Als het Kiki is of iemand anders, wat zeg je? Op welke manier en hoe? Ja. Dat is echt jouw stijl. Ja. Volgens mij, je hebt coaches die zeggen gewoon hard slaan. Heel technisch zijn op deze detail dan. Ja. Maar jij kijkt echt achter de persoon. En wat is er nodig voor psychisch ook, voor die persoon? Ja, en dat werkt met Kiki heel goed nogmaals, omdat is het ook, sorry dat ik je ontbreek, is dat ook omdat zij zij is ontzettend goed getalenteerd. Maar ja, dat is iets wat iedereen wel kan zien. Maar is het ook de manier die zij nodig heeft om juist met die druk om te kunnen gaan, dat daar voor haar de uitdaging ligt om alles uit zichzelf te kunnen halen? Absoluut, absoluut. En daarin kan ik haar heel goed helpen. Ja. Alleen, wat ik net al zei, ik pluk daarin wel echt de vruchten van de manier waarop zij ook daarvoor al gevormd is. Zij heeft wel alleen maar instructies op moeten volgen in die zin, om het een beetje kort door de bocht te zeggen. Ja, ik snap je in het siertje dat je die credits ook geeft, maar... Alleen, ze heeft wel altijd in ontwikkeling gedacht. Ja. Zo is dat wel in haar systeem gekomen. En ik ben nu veel meer met de ontwikkeling van haar brein en van haar persoon bezig. En tuurlijk zijn wij met tennis bezig. Ja. Maar wat zijn die dingen daarnaast, naast de tennis, waar je mee bezig bent? Dat is van Kiki een sterk en stabiel persoon maken. Die als het even tegen zit, zowel op de baan, maar vooral ook buiten de baan, daar goed mee om kan gaan. Klinkt eigenlijk heel simpel. Ja. Maar met waar zij vandaan komt en de achterstand die ze daarmee had, is dat een aardig traject geweest. Snappen mensen dat, denk je, de buitenstaanders? Als je weet onder wat voor druk je staat als topsporter. En wat je ervoor moet doen en laten. Als topsporter niet helemaal. Maar mensen die zelf sporten, op welke manier dan ook. Denk ik wel. Als jij 1 keer in de week voetbalt. En jij bent linksbuiten bij Schubbekutte VN4 en je staat op zondag sta je linkshalf. En jij krijgt die kans ineens voor alleen voor de keeper. Ja. Dan ga je blokkeren. Ja. Iedereen heeft dat. Iedereen blokkeert en iedereen denkt wat er gebeurt. Iedereen die
clubkampioenschappen speelt mm-hmm. op TC Schiebroek. Niveau 7 of 8. Studenten of mensen die een examen hebben of ergens choken onder druk. Hè, voor een Grand Slam of Olympische Spelen is extreme druk. Maar voor iedereen kan een druk sollicitatiegesprek. Precies. Weet je wel, dat soort dingen. En daar gaan wij natuurlijk best wel eens aan voorbij. Ik denk als mensen iets meer de moeite zouden nemen om als ze iemand zien falen of iemand het niet zien halen in sport. Ja. Om dan eens eventjes naar jezelf te gaan en te kijken van hoe ben ik in drukvolle situaties? Dan snap je het eigenlijk al. Ja. Alleen wij zijn in sport en sterker nog, ik ben in voetbal ben ik jarenlang hetzelfde geweest. Dat ik echt denk van Jezus man, dan zat ik weer in de Kuip en dacht ik man, je kan die bal toch wel gewoon op de juiste snelheid inspelen. Alleen als op Feyenoord keeper, supporter, heb je genoeg van zulke momenten. Absoluut. Maar nu denk ik daar echt wel, of tenminste, ik dacht er wel heel anders over. Het is dan gewoon de emotie die overneemt. Precies. Maar nu oordeel ik echt veel minder snel. Omdat je gewoon, je weet het niet. Nee. Weet je wel? Maar als je de moeite doet, en daar, dat is denk ik mijn kracht als coach. Maar ik denk ook wel als mens, over het algemeen, als ik rustig in mijn vel zit. En iemand neemt bij mij voorrang met 90 km per uur en die scheurt die hoek om. Dan probeer ik altijd te denken, misschien is zijn vrouw wel zwanger en moet hij naar het ziekenhuis. Want dan blijft het voor mij ook rustig. Maar ik kan hem ook helemaal de tyfus schelden, kan er achteraan rijden en verhaal gaan halen. Wat ook begrijpelijk zou zijn. Wat ook begrijpelijk zou zijn. Het zijn voor mij de momenten dat ik, als ik dat namelijk wel heb en ik heb de neiging om het gas erop te zetten en erachteraan te gaan. Dan weet ik dat ik in mijn spiraal naar beneden zit. Dan zit je in een verkeerde Want situatie. Over het algemeen denk ik zo. Weet je wel, ik geloof in het goede van de mens. En als iemand iets niet goed doet, dan heeft zijn of haar leven daartoe geleid dat kan. Ja. Ik geloof altijd in het goede. Ja, dat is het empathische wat je zegt, wat je ook vormt als coach, denk ik. Ja. En als mens. Ja. Dat is ook het inleven wat je misschien doet als het gaat om verlies in andere mensen. Ja. Wat in principe mooi is, maar wat je ook zwakte kan zijn. Ja. Dus dat in balans brengen met elkaar. Ja. En het op een juiste manier inzetten. Zoals jij nu doet, denk ik, met Kiki. Waar je zelf denk ik ook veel waardering voor krijgt. Ja. En helemaal terecht. Dat is uiteindelijk hoe je misschien het zelf het best kwijt kan. Ja, dat is maar dat is ook echt mijn sterke punt. En weet je, natuurlijk hebben wij kleine dingen aan slagen van haar veranderd. Ja. En weet ik daar ook wat van. Alleen, ik ben geen opleider. Nee. Ik zie jou net op de baan bezig en ik hoor alleen maar technische aanwijzingen hier en daar. Dan denk ik, in dat stukje wel. Alleen, dat is het stukje waar we aan het begin van de voorbereiding hebben aangegeven dat we daaraan gaan werken. En dan halen we wat dingen eruit. Dus op het moment dat ik iets zeg, weet zij ook precies wat ik bedoel. Daar is geen twijfel over. Dus natuurlijk zijn er aanwijzingen. Alleen de grootste winst voor Kiki zit echt in dat andere gedeelte waar we het net over hadden. Ben jij gelukkig nu in wat je doet? Ja, ik ben heel erg gelukkig in wat ik doe. Blijf je dit doen? Nee. Nee, ja. Het is ook een tegenstrijdigheid. Ja, omdat ik vind dit echt waanzinnig leuk om te doen. Alleen de offers die de sporter moet brengen zijn er ook voor mij. Jij zit op kerstdag in het vliegtuig naar Australië. Ja, en we zitten de afgelopen 3 jaar zitten we op 32, 33 en 34 weken per jaar in het buitenland. Ja, ja dan staat je sociale leven thuis gewoon on hold. Ja. En dat heb ik als speler altijd gedaan of proberen te doen. Eigenlijk ben ik daar nu als trainer ben ik daar beter in ook dan als speler. Alleen het is wel iets waarvan ik zeg van dit zou ik niet nog 15 jaar willen doen. Ja. Dus dan zit je weer eerder te denken aan het opleiden van jeugd in Nederland. Misschien tennisschool, misschien terug bij de tennisbond. Eerst nog een paar prijzen winnen met Kiki. Nee, dat sowieso, daar gaan we voor. Dan, weet je wel, dit... Nou, alhoewel, dat bedenk ik me nu. Als jij nou kan gaan van, als jij toch zo kan trainen dat zij dat zelf op gaat pakken, ben je misschien ook minder echt daar nodig op het moment. Nou ja, is dat niet iets? Weet je, ik denk even met je mee. Ja, dank je. Dat is altijd fijn. Maar waar we het net over gehad hadden, dat ik mezelf soms overbodig voel. Ja. Weet je wel, omdat ze de dingen zelf zo goed doet. Ja. Ergens zou iets in mij het ook nog geweldig vinden als zij zou zeggen aan het einde van dit jaar, of misschien wel halverwege dit jaar van... Hey Ray, ik ga met Darren Cahill werken. Die heeft met Simone Halep... heeft Simone Halep naar nummer 1 van de wereld gekregen. En heeft Andre Agassi naar de nummer 1 van de wereld gekregen.
En ik denk dat hij meer ervaring heeft in die laatste in die laatste stappen. Mm-hmm. Dus ik wil met hem aan de slag. Nou ja, dan sta ik te juichen. Nou, weet je wel? Serieus? Ja, ja, en natuurlijk heb ik dan zoiets van... Ja. Ergens ga ik dat ook kloten vinden. Ja. Maar dan heb ik haar dus dusdanig geholpen dat degene die altijd gedacht heeft dat ze totaal afhankelijk was van anderen, dat ze zich niet meer afhankelijk van mij voelt en voor het allerhoogste in de sport vanuit zichzelf wil gaan en dat durft uit te spreken. Ja, ja, beter zou ik eigenlijk mijn werk niet hebben kunnen doen dan. Ja. En natuurlijk is het dan ergens vervelend. En ook ik heb een ego. En, daar zou, en daar zou het dan vervelend voor zijn. Ja. En je hebt een traject voor je. En, maar ergens zou ik dat ook... ergens zou ik het ook echt waanzinnig vinden. Ja, ik snap je wel. Ja, ja, dat is gewoon... Dat heeft je eigen ego met je eigen ego te maken. Ja. Dat je staat te juichen. Wat prachtig is natuurlijk. En wat je ook denk ik ook nodig hebt om gedreven te zijn. Een zeker. Ego om ergens te komen. Ja. Als je dat op dat moment... Ja, ik zou dat heel, heel knap vinden als je dat echt zo zou zien. En ik denk ja. dat je dat ook echt ziet. Ik denk ook echt dat ik het zo zou zien. Omdat ja, het traject ja. wat we sowieso al doorgemaakt hebben. Dat ik had voor mezelf antwoord nodig op de vraag of ik iemand kon helpen. Op de manier waarop ik dacht iemand te kunnen helpen. Dat was echt het stukje voor mezelf. En dat heeft waarschijnlijk te maken met dat ik mijn carrière nooit heb kunnen afsluiten op de manier zoals ik het zelf heb af willen sluiten. En dat antwoord heb je. En dat antwoord heb ik, ja. Dat is waardevoller dan wat dan ook. Ja, ja. Ja, absoluut. Absoluut. Mooi. Dat antwoord heb je. Prachtig, prachtig afsluiten lijkt me, Raymond. En, leuke woordspeling. On a personal note, ik wil je heel graag samen met Kiki Betta zien als jullie... als zij dat toernooi wint en jij naast de zijde staat, hoor. Dus als supporter, ik gun het jou. Ik gun het Kiki enorm. Als ik zie al hoe hard jullie trainen, wat jullie voor doen, dat weet ik als topsporter natuurlijk. Om te zien is nog een keer een bevestiging. Heel veel succes. En op naar die overwinning. Maar de grootste overwinning heb je bijna al binnen, zoals je al zelf zo mooi zei. Dankjewel. Dankjewel. En thanks dat je hier naartoe gekomen bent. Ja, leuk man. Ja. Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive podcast Mark Tuitert. Of bekijk alle informatie en alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Dan ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Ga gedreven verder zou ik zeggen. En tot de volgende Drive podcast.